Drinkst al energy drink? Nee, drink het net. Nee. En waarom net? Ik vind het lekker. Ja, elke dag bijna wel. En hoe volle dan? Nou ja, 1 of 12 blikjes. Ik vind het een beetje slecht voor mijn gezondheid. Het Dokkinga College houdt al meer dan 4 jaar scherp in de gaten dat haar leerling energiedrankjes op school of op het schoolplein drinken. Is het energy drink, dan houden we het aan en dan vertellen we wat ze dat het net mooi. Ja, en ik kan me voorstellen dat Ben ook in de pauze toch gewoon naar een supermarkt ging om een drankje op te halen. Nou ja, maar dan is het een incident. Het gevaar zit hem vooral in het gebroek. Volle gebroek. He, als ze een protte drinken op een dij, daar worden ze heel hyper van. In een blikje net zo slim. Maar wij waskogen ze wel. Ek al is het maar in een blikje. In energiedrankjes zit onder andere cafeïne, taurine en een heel soort suiker. Het is net goed dat je te volle van binnen krijgt. Nou, er is dan net goed onderzoek naar die en het is net goed wetenschappelijk onderbouwd van wat het maar die doet. Dus vanuit de GGD is het advies altijd van doch het dan vooral met mate, hè, omdat de effecten net goed bekend binnen. Er is wel bekend dat het die wat drokker maatje kan, dat ze minder goed van sliepen kiest of wurger van wust. Maar dat is vaak dan wel bij grotere hoeveelheden. Ben of net, jonge Rijn weet het drankje altijd wel te vinden. Vol in de klas, ja. In de klas zelfs? Dat net, nee, boetenom. In de pauze bijvoorbeeld. Wat vies van zo'n verbod op squallen? Ik vind het wel goed, want anders ja, drinkt iedereen een energy. En misschien wist er wel minder van. Misschien net goed voor die te wijzen, hè? Wist dat? Ja, dat weet ik, ja. Dat zei je met mij altijd. Toch drinkt het? Ja.